Donkere wolken pakken zich samen boven bergen aan zee. Maar zoals iedereen weet, trekt ook die donderwolk weer voorbij. Dit is Minuut van Ineke nummer 52. Dit is een schilderij van Louis Saalborn, geboren in 1891, overleden in 1957. Het is een prachtige expressionistische weergave van het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Louis Saalborn was een muzikus, een regisseur, een acteur en een schilder. Saalborn was een tijdgenoot van de Bergense schoolschilders. Hij heeft ook les gehad van Piet van Wijngaard. Hij was ook een goede vriend van Piet Mondriaan, die zijn kwaliteiten al vroeg onderkende. De challenge was om een jaar lang iedere week een minuut van Ineke te maken. Dat is gelukt! Yo! Heel erg bedankt voor het kijken naar deze eerste jaargang. En tot snel! Tot snel! Dag!